Ja, Erik, Jan Haring Race 2024. Hoe ziet de race dit weekend uit? We gaan vandaag een driehoeksbaan varen. En dan een up-down daarachteraan en dan weer een driehoek. En dan komen de zeilers uiteindelijk op de plaats terecht waar ze ook gestart zijn. Ja, het is aardig winderig op de Gouden Zee. Is dat gunstig voor vandaag? Nou, vandaag zou er een windje 4 tot 5 gaan staan en dat is voor platbodems uitermate geschikt. Dus je zal ongetwijfeld mooie plaatjes van hele hard voorbijvarende boten straks kunnen gaan opnemen. En hoeveel boten doen er dit jaar mee? Nou, we hebben gelukkig 12 boten nog en we gaan dus vandaag proberen met deze 12 boten gewoon nog een Jan Haring race te varen. Voor veel inwoners van Waadland is er natuurlijk weinig van te zien. Ja, ja dat is wel jammer wat je zegt. Dat zou natuurlijk mooi zijn als er bijvoorbeeld een schip zou rondvaren met allemaal mensen die dit graag zouden willen zien. Het is namelijk toch wat ver van de haven. Het ligt voor Volendam, hebben we de baan uitgelegd. Hier is ook het brede water. Het leuke van vandaag is dat wij de burgemeester mee hebben. En die gaat vandaag het startschot geven. De burgemeester heeft het startschot gegeven en de Lemmer 37 vaart als eerste tussen de gele startboei en het startschip door. Hierna hijst de bemanning van de ZA1 ook de zeilen en varen we dezelfde route door het wedstrijdveld heen. Zoals Erik al aangaf, varen alle schepen een Olympische baan van 5 rondes. Eerst een driehoek, daarna heen en weer tussen de twee eerste boeien en dan weer een driehoek. Daarna nogmaals heen en weer en de laatste ronde is weer een driehoek. Op de hinderlopen 5 zien we Dimitri Hemken aan het roer die samen met zijn vrouw en twee zoons meedoet. Aan de Jan Haring Race doen verschillende soorten schepen mee. En zo zien we hier twee botters uit Volendam, de VD241 en de VD84. Zij zijn nog in afwachting van de start. Onderweg kruisen we met de Lemmer 37, die zijn eerste ronde er alweer op heeft zitten. Vergeleken met de botters uit Volendam hebben we hier te maken met een relatief jong schip, want deze lemstraak is in 1997 in Makkum in Friesland gebouwd. Hier zien we de Hollander. En de Hollander is geen onbekende van het Markermeer en heeft zijn standplaats in de Purmer. De Hoorn 11, oorspronkelijk gebouwd in 1916 in Huizen met als nummer de HZ11. Later werd het omgedoopt tot HN11 en deed het in zijn beginjaren dienst als koopschuit. Het heeft een tragische geschiedenis, want het schip is bij Edam gezonken. Gelukkig is het schip daarna gerestaureerd en heeft het zelfs een tijd in de haven van Monnikendam gelegen.
208 VA staat beter bekend als de Flanende Ingel en is een varend vakantiehuis voor schipper Jelmer en zijn gezin. Toch weerhoudt dat ze er niet van om mee te doen aan de Jan Haring Zeilrace. In de bukdijk van Marken op de achtergrond zien we de Hollander de gele boei ronden met in zijn kielzog de Hinderloper 5. De Hinderloper 5 is de Flanende Ingel zo goed als voorbij en op de ZA1 heeft Lotte het roer overgenomen van Erik. Niet veel later zien we de Hinderloper 5 de groene boei ronden. Hier zien we de Hollander weer in beeld verschijnen, met als achtergrond de skyline van Almere. Links in de verte verschijnt de volgende gele boei en de Hinderloper 5 zal ons gaan kruisen om de boei te kunnen ronden. De volgende boei wordt gerond en de bemanning van de ZA1 brengt de zeilen in de juiste positie. We varen langzij aan de Flanende Ingel en zien nog net het laatste stukje van het Slobbeland van Volendam op de achtergrond.
staat genoeg wind voor de schepen om schuin door het water te gaan. De VD 241 is al ruim 100 jaar oud en dankt zijn naam aan de tijd dat er 240 potters en kakken in de Volendammer haven lagen. De VD 241 wordt beheerd door de vereniging Behoud de Volendammer Botters. Dit is een vrijwilligersclub in Volendam die zich richt op de restauratie, beheer, behoud en exploitatie van de vier laatst overgebleven Volendammer kakken. De VD 84 is in 2001 door de vereniging Behoud de Volendammer Botters aangekocht met als doel hiermee een leerwerkbedrijf te starten voor mensen met een handicap. Het project is een activiteit van Odeon, een stichting voor ondersteuning en dienstverlening aan mensen met een handicap. Op de werf op het Slobbeland in Volendam voeren zij onder begeleiding onderhoud uit aan Volendammer Botters zoals de VD 84. Werkzaamheden die ze uitvoeren zijn schilderen, zagen, restauratiewerkzaamheden. Maar wordt natuurlijk ook geregeld met een gezelschap gezeild. Thank you.
De VB 85 is een lemstraak uit 1974 en draagt de naam Heksenketel. Ook dit schip vindt zijn oorsprong in Hinderlopen. De burgemeester hijst de blauwe vlag om aan te geven dat het finishschip op zijn plaats ligt. De Volendammer schepen eindigen de wedstrijd zoals die ook begonnen zijn, gezamenlijk met een prachtige fotofinish. De Heksenketel komt als derde over de finish. Maar dat zegt nog niks over de uitslag, want elk schip heeft zijn eigen handicap en die wordt meegewogen in de totale zeiltijd. Daarnaast varen we vandaag in twee categorieën, botters en aken. En op de achtergrond zien we de Lemmer 37, die lijkt wat uit koers te zijn, maar dat heeft met de richting van de wind te maken. Zo zal je zien dat ze straks een bocht naar rechts maken richting de finish tussen de gele boei en het finishschip, de ZA1. Thank you.
prijsuitreiking. We beginnen met de Bottas. En de Bottas hebben, ik noem de 1 en de 2 posities. Het startschip werd gedaan door de ZA1, door het schip van Erik. En op nummer 2 is geëindigd de Hoorn 11 met schipper Albert Vermeer. Waar ben je? Van harte gefeliciteerd. Hoe heb je gezeild? Ja, fantastisch. Mooie wind. Ja, er was een lekker windje. Goede omstandigheden. Alleen toen we terugvoeren was het een beetje vervelend. Ja, een beetje nattig, zullen we zeggen. Waar hebben we kleding voor? Gefeliciteerd en we zien je volgend jaar weer. Dan hebben we de nummer 1 van de Bottas. Dat is de Volendam 172. Met schipper Carlo de Boer. Carlo, kom naar voren. Van harte gefeliciteerd, de bemanning er ook bij natuurlijk. Hoe waren de omstandigheden, Carlo, vanmiddag? Of vanochtend eigenlijk al? Nou, het was schitterend zeilweer. Zon een beetje buiig, maar prachtig zeilweer. Nou, dat is zelf ook meegemaakt. Heerlijk, heerlijke wedstrijd. Goed gevaren. En de zeilen is een teamsport. Dus ook dankzij het team wat ik mee had. Het is, ja. Dan gaan we naar de Aken. En van de 6 Aken was de Hinderloper 5 met schipper Dimitri Henken. Waar ben je? Nummer 2. Nou, hier krijgen we een mooi verhaal, mensen, want dit is een gezin wat met elkaar heel hard kan zeilen. Alsjeblieft, schipper, mag die aan jou geven? Kom een beetje naar voren, zodat iedereen jullie aanstormend talent kan zien. Wat vonden jullie het meest leuke aan het zeilen vandaag? De spanning. En welke spanning was het? Ze was gewoon de spanning van het schuin gaan en het hard gaan. En ik zag jullie ook aan het roer zitten. Ja, we zijn echt stuurmannen. Jullie worden, hoe lang zijn jullie al bezig met zeilen? 2, 3 jaar. En zou je alleen met dit schip alleen de haven uit durven? Ja, ik kan varen, maar. En we hebben een nummer 1 bij de Aken. De Vlijende Engel. Gefeliciteerd, jullie hebben gewonnen bij de Aken. Wie wil het verhaal van de naam van de boot vertellen? Nou ja, mijn vader die heeft die boot gebouwd en die heeft hem zo genoemd. En waarom zo? Nou, Vliegende Engel is, hij heet zelf Engelen, zijn doopnaam en vandaar Vliegende Engel. Zijn voornaam is Engelen? Enno, en zijn doopnaam Engel. Nou, hoe mooi is dat? En we zien jullie hopelijk volgend jaar weer. Dank jullie wel.